De Anton de Kom Universiteit van Suriname, Aardekus, heeft gisteren haar dies natalis, of jaardag, voor de 49ste keer gevierd. Deze activiteit vond plaats in de Centrumkerk. Bij de dies natalis waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, onder wie Melvin Bova, vicevoorzitter van het parlement. Behalve het jaarverslag van het afgelopen collegejaar is ook de diesrede gepresenteerd. Ook minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de aanwezigen toegesproken. Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, merkte tijdens de presentatie van het jaarverslag op dat de Aardekus een bewogen jaar achter de rug heeft. Onder meer het vraagstuk van de studielimieters heeft bijzondere aandacht van het universiteitsbestuur. Deskundigen van onze universiteit met externe experts zullen worden ingezet om het structurele probleem van studielimieters te analyseren en in overleg met het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur zullen we passende oplossingen zoeken voor dit structureel vraagstuk. Tevens zullen de mogelijkheden voor in- en zijstroom naar de universiteit in kaart worden gebracht. Een belangrijke reden dat de meeste bachelorstudenten hun studie niet binnen de nominale studieduur afronden, is het ontoereikend beurzenbeleid. Het bestuur van de universiteit zal samen met het ministerie de introductie van collegegelden voor de bacheloropleidingen voorbereiden. Wij zullen geen shock-effecten veroorzaken, maar alles dat kwalitatief is, kost geld. Dat moet u toegeven. In dit proces zullen er werkbare opties met de Nationale Ontwikkelingsbank worden uitgewerkt. De diesrede is gepresenteerd door Rudy van Kanten. Het thema van de rede is de inzet van het regenwoud voor ontwikkeling van ons land en volk. Van Kanten stelt dat de Anton de Kom Universiteit een voorgoede rol kan innemen bij het aanwenden van bos voor de ontwikkeling van het land. De begrippen duurzaamheid en natuur komen zowel in de missie als in de visie van de universiteit voor. De Aardekus wil door samenwerking met de overheid, met het bedrijfsleven, met andere universiteiten en ik neem ook aan met de lokale bevolking, een leidende positie innemen bij vraagstukken zoals natuurbehoud, klimaatbeheersing, energie, voedsel en drinkwater en duurzame exploitatie en beheer van onze natuurlijke en culturele hulpbronnen. Rudy van Kanten gisteren bij de presentatie van de diesrede van de Anton de Kom Universiteit. Deze activiteit is gisteren voor de 49ste keer gehouden.